95% van de dorpen in het binnenland zit al langer dan twee maanden zonder stroomtoevoer. Dit is ook het geval op Stoelmans Eiland, waar zij geen gesubsidieerde benzine hebben ontvangen. ABO-parlementariër Dinota Vorswijk heeft dinsdag dit probleem aangekaart tijdens de begrotingsbehandeling. Maar voor de dorpsbewoners van Stoelmans Eiland is dit mosterd na de maaltijd, omdat zij al vaker aan de bel hebben getrokken. Wij hebben het al moeilijk hoe alles is verhoogd.

Des ne se diri to e man ba un san aòvi f ho de so l SRrd. Abbra asan fu afaá. I ta tomun faèki ben si fou lanti of un trefe ba.èki se son da e pequamoni a la mon mai po 200 SRrd a la mon fu e bai mas non a OCEF commorro diri benna an no alas man a bamoniè pai a.

De nieuwe groep verpleegkundigen is vanaf midden oktober op het eiland en ze hebben nooit gebruik kunnen maken van stroom. En vanaf dien hebben we nooit gebruik kunnen maken van stroom. En wij van de medische zending, het kan nog passeren: we krijgen stroom vanuit het paneel. En uit je paneel kan je niet zoveel doen, het is alleen maar licht. Maar wat ijskast betreft, voor verder wat stroom betreft, kan je niets daarmee doen. Nou, wat ik ze zou willen aanraden is dat ze, laten ze ons helpen wat dat betreft. Het is niet alleen voor ons, maar voor de gehele gemeenschap die hier op Stoormans Eiland wonen. Zodat ze benzine weer zou kunnen leveren voor ons. Dat we ook, net als hoe de mensen in de stad zijn... Dat ze stroom kunnen gebruiken. Je hebt mensen die televisie hebben. Ze kunnen geen gebruik maken van televisie. Als je geen lichtmotor hebt om te starten. Zodat je stroom kan krijgen. En een liter benzine. Gasoline kost hier 20 SRD per liter. En als je een lichtmotor hebt. Bijvoorbeeld. Ik heb een lichtmotor. En het neemt 10 liter per keer. Dus die 10 liter is 200 SRD. Moet ik uitgeven. Om stroom te kunnen krijgen. Hoofdverpleegkundige Mirjam Dissel van de Medische Zending. Zij is, midden, zij is sinds midden oktober gestationeerd op Stoelmans Eiland. Het gebied zit al langer dan twee maanden zonder gesubsidieerde benzine voor de stroomtoevoer.